Hallo allemaal, welkom terug bij mijn kanaal. Mijn naam is Katja en ik hou van oogschaduw. En dit keer gaan we het opnieuw hebben over Sydney Grace. Dat is een merk uit Amerika waar ik het ook in mijn allereerste video op dit kanaal over heb gehad. Toen had ik twee paletten besteld en dit keer heb ik een aantal losse singles besteld in hun Christmas in July sale. Dat is altijd eind juli. En dan doen ze een hele week lang allerlei verschillende aanbiedingen. Dus elke dag een andere aanbieding. En ze kondigen dan wel aan welke aanbieding op welke dag je krijgt. Maar ze laten wel zoveel mogelijk ook nog een verrassing. Dus ze zeggen bijvoorbeeld, je krijgt er gratis producten bij. En dan zeggen ze niet welke producten. Weet je, ze proberen natuurlijk een beetje waar het kan het een verrassing te houden. Maar er zitten ook aanbiedingen bij zoals, nou, als je voor minimaal zoveel dollar bestelt, dan krijg je er dit oogschaduwpalet bij, ik noem. Hè. Dat is dan meestal een nieuw paletje of zo. Dus nou, dan kan je een beetje kiezen wat voor jou het meest gunstig is. Ik heb daarbij wel rekening gehouden ook met dat ik inklaring moet betalen. Hè? Dus van, ja, dat maakt soms uit van wat je afrekent, wat je dan bij krijgt. Is het dat waard? Want in ieder geval, ik heb ervoor gekozen gebruik te maken van de aanbieding dat als je voor minimaal zoveel dollar bestelt, dat je voor een ander bedrag aan dollars erbij krijgt. In mijn geval heb ik voor $60 besteld, minstens. En dan kreeg ik er voor $50 nog product bij. Dat product mag je dan niet in die zin zelf kiezen, behalve dat je de categorie mag kiezen. Dus ik mocht kiezen tussen alleen oogschaduw of oogschaduw met ook andere producten. Ze hebben bijvoorbeeld volgens mij ook highlighter en blush of zo. En ze hebben volgens mij ook lege paletten, volgens mij ook wel penselen. Nou ja, dus andere dingen dan oogschaduw. En ik heb gezegd, doe maar alleen oogschaduw. Dus ik wist in ieder geval, de oogschaduw die ik koop voor die $60, nou ja, die wist ik natuurlijk, die heb ik zelf uitgezocht. Maar ik wist natuurlijk niet welke oogschaduw ik dan zou krijgen voor die $50. Zou ik een palet krijgen, want ze hebben paletten van rond de $50. Of zou ik een setje losse singles erbij krijgen? Geen idee, dus dat is ook wat het leuk maakt. En als het dan singles zijn, welke dan? Hè? Want ik had er net zelf 12 uitgezocht. Zouden ze er dan, wat zouden ze er dan bij doen? Geen idee. Dus dat wil ik met jullie, ik wil jullie laten zien wat ik uiteindelijk heb binnengekregen. Het heeft lang geduurd dit keer. Dat was niet Sydney Grace's schuld of zo. Want ja, je hebt soms vertragingen met de post en de couriersdiensten en zo. Men beroept zich nog steeds op de maatregelen. En bovendien heeft onze eigen douane er ook extra lang over gedaan dit keer. Ik vraag me niet waarom. Dat zal wel, ja, weet ik veel. Die zullen ook wel zo hun steekproeven hebben. Of hun roosters, vakanties, weet ik veel. Want ik heb wel eens een product uit Amerika binnen 3 dagen binnen gehad. En heeft het nog vanaf dat het in Nederland binnen was. Want daar krijg je dan bericht van, hè, hoe het pakje is in het land aangekomen. Hebben ze nog 3 weken over gedaan voordat ik het echt had. Echt ridiculous. Maar goed, bla bla bla. Dus uiteindelijk had ik het pas 23 oktober had ik het echt binnen. Echt in huis. Met alle vertraging erbij. Dus ik heb eind juli heb ik besteld. En eind oktober kreeg ik binnen. Dat is uitzonderlijk, want mijn eerdere bestelling die was geloof ik binnen 2 weken. 10 dagen, 2 weken. Zoiets had ik het al. Wat ik een veel normalere verzendtijd vind. Maar goed. En wat ik heb gedaan bij mijn bestelling, ik heb me willen laten inspireren door Natasha Denona's piepkleine mini retro paletje. Dat is deze. En in een of meer van mijn andere video's, volgens mij de make-up date, heb ik de net uitgekomen midi retro laten zien. Een heel verhaal bij verteld dat de Natasha Denona minis vaak door haarzelf nog vertaald worden in een midi of soms maxi palet. En dan is dat een soort van setje. Het is nooit precies hetzelfde. Het zijn eigenlijk altijd aanvullende paletten. Hè? De mini vult dan de midi aan. En je ziet altijd wel kleurverschil. En soms best flink kleurverschil. Maar je ziet ook altijd toch nog wel verband tussen de paletten. Het is wel duidelijk dat het een setje is. En ik vond eigenlijk nu voor het eerst bij die retro, dus bij deze. En dan de midi retro, die zal ik er even hiernaast zetten. Vond ik het zo'n groot verschil. Daar kon ik gewoon niet over uit. Op zich is dat geen reden om het niet te kopen. Ik vond het gewoon, het palet zelf sprak mij iets minder aan. Daarom heb ik dit palet niet gekocht. Niet omdat het hier niet bij past. Maar ik had het gewoon niet verwacht. Bij retro had ik een heel ander kleur. Dus wat ik nu gedaan heb met die Sydney Grace aanbieding, is me hierdoor een beetje laten inspireren met die 12 oogschaduwen die ik heb uitgezocht. Van wat had ik nou meer verwacht dat hierin zou zitten. Dus er zit wat groen bij en een beetje van die zalmachtige tinten en zo. Maar goed, dat zie je zo meteen wel. Maar zo heb ik gekeken. Dan weet je dat vast. En dat laat je natuurlijk dadelijk
als ik je laat zien wat ik heb binnengekregen, laat ik je dit er natuurlijk ook weer bij zien. Dan kun je zien of het een beetje op lijkt. Nou, en dit is de bestelling. Dus de schaduwen die ik heb besteld. Dus ik heb er 12 besteld. Dus dit zijn de kleurtjes in ieder geval zo vanaf de website. En dan bij de aanbieding die ik had, was dan deze nog. Gift with purchase. Daar moest ik dan op klikken. En dat hield in dat ik vanaf een bepaald aankoopbedrag, ik weet niet eens meer welk bedrag dat was, zou ik voor nog eens $50 aan gratis producten krijgen. En dan kon je kiezen tussen alleen oogschaduw of ook andere dingen. En ik heb gekozen voor alleen oogschaduw. Dus nou, toen het uiteindelijk aankwam, heb ik er nog 10 kleurtjes bij gekregen. Dus dit is wat ik heb besteld. En dan zal ik je dat zo even laten zien natuurlijk in het echt wat het nou geworden is. En ook wat ik er dan bij heb gekregen. Dus laten we daar maar even naar gaan kijken. Nou, en dit is dan wat ik besteld heb. Dus die eerste hier Moon Landing. En dan Pumpkin Spice Latte. Golden Rose. Ja, dat is deze. Siren. Embrace. Seafoam. Dit is Moon Landing. Verkeerd gekeken. Dit is Bravo. Lijkt een beetje op elkaar zo. En dan krijgen we Commission. Troops. Cadet. Honeydew. En Green Mango. Dus dit was wat ik had besteld. En ik had toen al een beetje in mijn hoofd de Natasha Denona Mini Retro. Dat zie je hier ook al een beetje ontstaan zo, dat kleurverhaal. Of in ieder geval iets wat ik erbij vond passen. En dan nu wat ik erbij kreeg. Want dat is dan wel leuk om te zien. Van wat doet dan zo'n bedrijf? Schrapen die dan gewoon hun schappen leeg en flikkeren gewoon alles in een doos. In de zin van, we zien wel, random. Maar ik heb, ja, misschien is dat wel zo, maar de indruk die ik heb is dat ze hier ook wel een beetje naar gekeken hebben. In ieder geval, die indruk heb ik ervan en dat vind ik nu wel een leuke indruk. Dus ik zal even een beetje plaats maken, dat je daar deze kan doen. Kijk, en dit zijn de schaduwen die ik erbij heb gekregen. En nou vind ik hier best wel een aantal van ook nog wel hierbij passen. Dus dat ga ik even erbij pakken. Zo, deze vind ik ook wel erbij passen nog. Nou, dus dan hou je deze nog over. Oké, die zou je zelfs, hè, als je zegt ik wil ze bij die roze doen, zomaar. Dit vind ik dan niet zo bij die retro passen. Maar zo op het eerste gezicht vind ik dit best wel passen. Dus ja, ik ben daar eigenlijk heel erg tevreden mee. Ik ben blij met dit cadeautje, want het is altijd maar gokken wat je krijgt natuurlijk. Dit is dus $50 waard, dus dat klopt ook wel, want het is $5 per singeltje. En ik zal ze even opnoemen. Hè. Dit is Blondie, Blushed, Blushing Peach. Het grappige is trouwens dat ik deze twee wel in mijn karretje heb gehad. Dus uiteindelijk heb geruild voor iets anders, maar ik vond ze dus al wel mooi. Dus dat komt heel goed uit. Iced Mocha. Ik denk dat dat ook wel iets te maken heeft met deze, met die Pumpkin Spice Latte. Dus dat is ook zo'n koffiesmaak. Dus misschien is dat wel een serietje of zo geweest van hun. Dus dat ze die ook, denk ik wel, bewust erbij hebben gedaan. Nou, deze twee, die heb ik dus zelf niet gekozen, want dat vind ik echt inner corner highlights. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Maar als ik zelf nieuwe schaduwen koop, dan is dat niet de eerste uitgave die ik doe. Maar ik vind het wel leuk dat ze het er toch bij hebben gedaan. En dit is Baby Cheeks. Dus echt heel zacht roze. Bailey's Bliss. Starfish. Dat is een zeester trouwens. En Legendary. Ik denk dat ze dat een beetje zo bij dat grijs. Dus ik vind eigenlijk dat ze, naar mijn gevoel, hebben ze best wel gekeken naar wat ik al had liggen. En dan dit er zo bij. Dat vind ik er niet echt bij vloeken of zo. Dus ik heb de indruk dat ze daar wel naar gekeken hebben. En dan nog gedacht hebben, nou, dit kan ook nog wel zo, deze twee. Dus ik ben eigenlijk best wel blij met dit cadeau. Dus het is een goede Christmas in July geweest voor mij. Dus wat ik even ga doen, is ze even een beetje op kleur en textuur leggen. Dan krijg je dit een beetje random door elkaar zo. Hè? Maar dan ga ik ze even echt een beetje uitzoeken. En dan laat ik je even zien hoe ze nou echt, ja, wat voor kleurbeeld er nou ontstaat. En zo zien ze er dan uit op soort van kleurvolgorde. Dus ik heb ze even een soort van op kleur geordend en ook een beetje op textuur. Ja, dus je ziet hier zeg maar hele volle metallic shimmers. Hier middenkleuren mat. Hier wat lichtere shimmers. En hier ook wat lichtere satijnen of ook nog matten. En natuurlijk zo op kleur.
En ja, deze drie die horen er ook nog bij, maar die vond ik eigenlijk niet zo passen in dit hele kleurbeeld. Want we gaan natuurlijk kijken naar de Natasha Denona Mini Retro. Dus hè, daar hoort dan vooral dit kleurenblok bij wat mij betreft. Nou, laten we het allemaal maar eens eventjes gaan shuffelen. Kijk, zo door elkaar is het eigenlijk ook wel leuk, hè? Dus ik leg ook die paarsige niet meteen aan de kant, want misschien vind ik het toch wel leuk om erin te houden. En verder zag je daar net ook nog een soort van gat, hè, tussen die. Ik had 19 in dat blokje zitten in plaats van 20. Dus wat ik gedaan heb, is nog even een extra matte erbij gezocht, die ik wel in dit kleurenpalet vind passen. En toevallig had ik nog één losse Sydney Grace van een andere bestelling ooit eens over. Of over, maar die had ik dus nog in mijn voorraad zitten. Dat is deze. En ja, volgens mij past die ook wel aardig. Het is een beetje een koele, middenbruin, donkerbruinachtig. En dat vind ik ook wel passen zo bij deze, hè, deze schaduwen hier. Dus die ga ik er gewoon aan toevoegen. Dus dan is dit de set waarmee we gaan werken. En nogmaals, wat we dus gaan doen is proberen in dit kleurbeeld een beetje te blijven. Het hoeft natuurlijk niet allemaal hetzelfde te zijn. Aan de andere kant, het mag wel. Dus ja, we gaan eens even lekker shuffelen. En wat ik daartoe wil doen is dat ik deze even als voorbeeld hier laat liggen. Want dan kan ik even kijken of ik misschien wel die volgorde een beetje aan wil houden. Zowel van kleur, maar ook van textuur. Je hebt hier een satijn, dan twee matten, dan een metallic en hier een hele cremige metallic. Nou ja, goed, die kun je dan met elkaar vergelijken qua textuur. Dus eens kijken of dat een beetje zo lukt. Het is natuurlijk niet dat ik van elke kleur evenveel alternatieven heb. Maar het is misschien een leuke manier om te starten. Dus dat ga ik eerst doen. Dus ik ga eerst kijken van, heb ik dingen die hier in de buurt komen? Die leg ik dan zo neer en dan ga ik de rest er een beetje omheen ordenen. Is voor nu even het plan. En dan kijk ik wel waar ik uitkom. Ik versnel dat uiteraard allemaal. Hè? Dus je lekker vooruit spoelen. Dus blijf lekker zitten. Dit gaat geen uren duren wat mij betreft. Misschien wel voor mij, maar niet voor jullie. Oké, nou dit is echt wel super saai geworden, dus dat ga ik toch even weer anders reshuffelen. Dus ik heb nu geprobeerd me een beetje aan de kleurbanen te houden van deze mini retro, maar dat levert niet echt iets boeiends op. Dus ik ga het even weer helemaal opnieuw doen, maar ik hou me wel even bij deze schaduwen. Volgens mij is hem dit voorlopig wel. Wat ik nu heb gedaan, het is niet helemaal willekeurig. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk, zowel horizontaal als verticaal, als ook in kwadjes, een beetje zelfstandige kleurverhaaltjes te hebben. He, zo, want zo zijn veel paletten ook opgebouwd, dus ik dacht laat ik dat ook eens proberen. Dus he, bijvoorbeeld hier zou je dan kunnen zeggen dit is een kwartje waar je een look mee kan maken. Dit is een kwartje waar je een look mee kan maken. Dit, weet je wel, zo en zo. Dus zo heb ik gekeken, maar je kan ook zo kijken. Alsof je zo'n vijfpandpaletje hebt, zoals hier. Dat kan je dan ook nog zo met elkaar combineren.
En ook zo heb ik geprobeerd te kijken. En daar zitten natuurlijk, het is niet helemaal gelukt. Deze is bijvoorbeeld helemaal shimmer. Dus hier mis je eigenlijk een mat, een matte. Je zag mij overigens ook op een gegeven moment deze, die ik in eerste instantie erbij had zitten, uitruilen voor deze. Dus dat is een van die rozige die hier lag. Want ineens dacht ik, ik vind dit toch ja, iets te grijs. Het komt ook omdat dit lijkt iets groener dan het op het oog is. Dit is echt een beetje zilverig. Dus daarom dacht ik, nou dan kan dat grijs ook wel. Maar ik vind hem eigenlijk toch niet groen genoeg. Deze is dan beter, vind ik. Die heeft iets meer zo'n groene gloed erop. Hè? Als je ze zo naast elkaar ziet, dan is deze echt wat ja, een andere kleurtoon. Iets meer blauw zit daarin, denk ik. Als je hem zou moeten mengen. Dus die heb ik even apart gelegd. Dus dat is er nog gebeurd. Maar daardoor mis ik wel een matte, hè? Een extra matte. Dus die had anders normaal misschien wel hier gekund. Of nou ja. Ik zou, als ik puur verticaal kijk, kan ik natuurlijk deze twee even omruilen. Maar goed, dan veranderen ook al die kwartjes weer die ik net een beetje samen had gesteld. Dus ik heb nu de kwartjes voorrang gegeven op boven de verticale lijntjes. Het kan niet helemaal perfect zijn, jongens. Ja, en dan hoop ik natuurlijk dat er zich zo spontaan ook 6-panspaletten en 3-panspaletten en zo vormen. Hè? Dus je kan dit als een 6-panspalet zien of dit, zo. En dat kan je ook zo door het hele paletje doen, hè? Zo springend. Dus ik heb ook gekeken naar bijvoorbeeld, als ik naar zo'n rijtje kijk, zit er genoeg diepte in? Zit er ook een highlight in? Of zit er iets voor de inner corner in? Ja, weet je, dat lukt in de ene rij beter dan de andere. Dus misschien moet ik nog even mijn best doen en iets meer doorshuffelen. Aan de andere kant, ik heb dan misschien ook niet helemaal de goede kleuren. Hè? Misschien had ik iets meer diepere, iets meer highlights moeten hebben als ik echt in elk rijtje een inner corner highlight wil. Want eigenlijk zijn het alleen deze en deze die echt inner corner highlights kunnen zijn in mijn optiek. Maar ik wil niet alleen maar vanwege het systeem, wat ik nu net zelf heb bedacht, dan allemaal inner corner highlights in elke rij gaan toevoegen. Want ja, het is tenslotte maar voor je binnenste ooghoek. Hè? Dus dat gaat eigenlijk helemaal nergens over. Hoeveel moet je er daarvan hebben? Dus het is niet volmaakt, maar dat is wel wat ik heb geprobeerd te doen. Dus dan weten jullie mijn gedachtenproces. Ik zit ondertussen nog even te kijken of ik nog wat kan shuffelen. Want dit is eigenlijk niet zo'n mooi rijtje zo, hè? Met deze kleuren en dan deze matte. Dus ik ga dit nog ter plekke even omruilen. Dus dan hou ik het kwartje wel hetzelfde, dit eerste kwartje. Maar dan doe ik dit. En wat je nu ziet is dat dit in één keer harmonieuzer is. Hè? Dus dit is eigenlijk hetzelfde. Maar dit is het, veranderd. Dit is ook veranderd daarmee. Dus ja, de vraag is of dit dan goed bij elkaar past. En zo blijf je aan de gang. Want misschien moet ik dit dan ook wel uitruilen met elkaar. Of dit zo, hè? En zo kun je, of dit zelfs. Zo kun je eindeloos blijven shuffelen. Maar eigenlijk wil ik deze juist bij deze in de buurt houden. Volgens mij, of bij deze ook. Daar vind ik vind dit wel bij elkaar passen. Of bij elkaar horen zelfs. Dus ik denk toch dat ik dit kwartje toch niet zo vaak zou gebruiken. Dus, hè, dus dat is dan niet zo erg dat dit niet volmaakt is. Ja, de vraag is of ik überhaupt een kwartje ga gebruiken natuurlijk. Want dit kwartje bijvoorbeeld is ook niet diep genoeg. Hè? Hier deze mist diepte, dus dan zou je eigenlijk deze weer moeten omruilen. En ik zeg al, zo blijf je aan de gang. En ik vind dit juist wel weer bij dat passen. Dus ik denk dat ik het even zo hou. En dan ga ik dus het palet ook zo vullen. En mijn plan is sowieso om dit doosje voorlopig als Sydney Grace doosje te houden. Dus, en er is nog ruimte genoeg om aan te vullen. Dus er is ruimte voor nieuwe bestellingen. Dus laten we het maar gaan doen. Oké, jongens. Dit is mijn eigen interpretatie van Natasha Denona's. Wat het Natasha Denona Midi of Maxi palet eigenlijk moet ik zeggen had kunnen zijn in mijn optiek. Gebaseerd op deze. Dus de Maxi Retro noem ik hem ook. Omdat de Midi Retro die zij zelf heeft gemaakt heeft 15 schaduwen. Die van mij heeft er 20. Dus ik vind dat wel aanleiding om hem Maxi te noemen. Dan maken we ook onderscheid. Ik heb dus niet beoogd in die zin haar te verbeteren of zo. Maar het is meer wat ik had verwacht dat het zou zijn ongeveer. Hè? Zo moet je het zien. Als ik dit als uitgangspunt neem. Hè? Ik vind, maar goed, dat weten jullie, de Midi Retro... Ik kan het niet goed thuisbrengen waarom dat bij hierbij zou horen. Dus ik had meer zoiets verwacht. Dus dat zie je hier nu ook. Dus dit is het geworden. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat dat weten in de comments. Hebben jullie ook andere verwachtingen gehad van de Midi Retro? En hoe zou jullie Maxi palet eruit hebben gezien? Zou dat op die van mij lijken? Of juist ook weer helemaal anders? Laat het weten in de comments. Gezellig!
En ja, dan gaan we nu even kijken naar de look die ik ermee heb gemaakt. Want dan kun je hem gelijk in actie zien. Zoals gezegd is de look aan het begin van deze video is met deze, met de mini retro. Dus de volgende look wordt natuurlijk die met de maxi retro. Of in ieder geval mijn interpretatie daarvan. Ja, toch nog even jongens, voordat we naar de look gaan, toch nog even twee schaduwen omgewisseld. Ik kon het toch niet laten, het zat me nog niet helemaal lekker. Ik vond dit te roze allemaal, dus je ziet hier nu ook die roze is weg, die is nu hier. En hier zat die donkerbruine, die is nu hier. Dus ik heb toch nog even wat geshuffeld. Ik vind het nu beter in balans, eerlijk gezegd allemaal weer. Dus ja, nu ben ik er denk ik wel echt tevreden over. Dus nog een keer even met het paletje erbij. Ik vind het leuk zo. Ik vind het ook leuk bij elkaar staan. Ik vind het ook goed aan. Dit vind ik echt een goede aanvulling op die. Het zit elkaar niet in de weg. Het bijt elkaar niet. Er zitten nou niet of nauwelijks dubbelingen in mijn optiek. Misschien een paar, maar hè. Dit is dan ook wel weer handig om snel mee te nemen of even snelle look te maken. En dit is dan meer als je uitgebreid lekker wil spelen met oogschaduw. Maar ja, ik vind hem eigenlijk wel mooi geworden zo. Dus dan gaan we nu echt naar de look kijken. Ja, ik ben zelf heel erg tevreden met hoe het is geworden. Ik vind dit echt een mooi kleurverhaal. Het lijkt best wel ook op Natasha Denona's mini retro, vind ik zelf. In ieder geval, het past er goed bij. En je ziet het ook aan deze look. Ik heb geprobeerd ook in de buurt te blijven bij de kleurtjes van de mini retro. Ik had natuurlijk ook naar die roze kunnen gaan, maar ik heb expres nu even wat meer kleuren gekozen die daar in de buurt komen. Vind ik ook aardig gelukt. Het is natuurlijk niet precies hetzelfde, maar dat moet ook niet. Dus wat ik nu gebruikt heb zijn 5 kleurtjes. Deze, die Pumpkin Spice Latte, is dat in de crease. Meer als, of in de vouw van je ogen. Dus ik zeg steeds crease, maar dat komt omdat ik veel Engelse video's kijk. Dan deze, die bruine dus, in de buitenste ooghoeken. Die groene onder mijn ooglid. En dan deze hele mooie aan de binnenkant van mijn ooglid hier. En dan deze mooie metallic groene. Echt een hele mooie kleur groen vind ik dit. Echt in het midden zo van mijn oogleden. En ook nog een beetje onder mijn oog. Ja, dus dat zijn de 5 kleuren. Dus ook 5 gebruikt. Net als Natasha Denona's mini. Ook 5 kleurtjes. Ja, heel erg mooi. En het is goede oogschaduw. Dit Cindy Grace is echt een heel goed merk. Wat ik hier nou voor betaald heb omgerekend. Dus ik heb dus 12, zoals jullie weten, 12 oogschaduwen eigenlijk gekocht en afgerekend. En daar kreeg ik natuurlijk 10 oogschaduwen uiteindelijk nog bij. Dus ik heb 22 singles gekregen voor dat bedrag wat ik heb betaald. Ik moest er wel nog wat inklaring ook bij betalen, want dat hoort er ook bij, want het komt uit Amerika. Als ik dat nou allemaal bij elkaar optel en dan deel door 22, dan kom ik op een bedrag van €3,50 per single. En dat vind ik een keurig nette prijs. Eigenlijk ook wel goedkoop zelfs. Als je het vergelijkt met andere merken zoals Natasha Denona voor een midi palet, dan betaal je zo omgerekend ongeveer €4,50 voor per kleurtje. En voor haar grotere paletten, dus daar heb je ook wel iets grotere pannetjes, betaal je iets van €8,60 per kleurtje. Dus dat is best wel veel. Deze pannetjes zijn 1,8 gram. Ik dacht dat die grootte van Natasha Denona 2 gram zijn. Dus dat maakt niet zo heel veel. Het scheelt wel iets, hè. En dus ja, voor best wel hele grote pannetjes maar €3,50 betalen is echt niet duur, vind ik zelf. Te vergelijk, Lethal Cosmetics, die koop je ook in losse singles bij de Douglas Online. Betaal je zo €6-7. Als het in de aanbieding is, €5,5-6. Maar toch, het is ook nog steeds bijna 2 keer zo duur als deze dan. En dan hebben we nog, nou, Glamshop bijvoorbeeld, betaal je ook zo €4-5 vaak wel. Hangt een beetje vanaf, sommige texturen betaal je meer bij Glamshop, dat is het Poolse merk. Ja, en dan heb je natuurlijk goedkopere merken ook, hè, zoals Makeup Revolution of W7, Elf, nou ja, Catrice Essence, noem ze allemaal maar op. De meeste daarvan kun je niet gemagnetiseerd als losse single kopen. Ik zag trouwens dat de HEMA tegenwoordig ook losse singles verkoopt, dus echt zo, maar ik heb eventjes zo geswatcht, maar ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar dat is echt troep. Ik vind echt slechte oogschaduw van de HEMA, dus dat ga ik echt niet kopen. Maar goed, hè, het is misschien leuk om mee te beginnen als je eens wil oefenen van vind ik het überhaupt leuk om een paletje zelf samen te stellen. Dan kan je met hele goedkope oogschaduw beginnen, maar ja, aan de andere kant, dan gebruik je het daarna niet. Dus eigenlijk is het dan goedkoop duurkoop, hè. Dan kan je beter Essence of Catrice of zo kopen, want dat is wel hele goede oogschaduw. Alleen weet ik niet of dat ook gemagnetiseerd is. Ik denk dat je dat dan moet, die potten, ook die monootjes die ze dan, dus met zo'n doosje.
die wel gemagnetiseerd zijn als single, dus die je zo uit het doosje kan wippen en hem als monootje kan kopen. Dus dan kun je ook, als je zegt ik wil niet in Amerika bestellen, maar ik wil wel ook een keer met losse singles een palet maken. De Douglas heeft zijn eigen huismerk, Oogschaduw, heeft daar ook losse monootjes van. En die zijn gemagnetiseerd, dus die kun je er zo uitwippen uit het doosje. Dan kan je het ook zo doen. Koop je een leeg paletje. En Kiko heeft het ook. Dus de Kiko mono's. Niet allemaal, niet die baked formule, maar de gewone, zeg maar, de gewone satijnen en matten en zo van Kiko. Die monotjes zijn ook gemagnetiseerd, dus daar kun je ook je eigen single palet mee bouwen als je zegt, ik wil dat ook. Het is wel leuk hoor jongens, want dan sta je dus in zo'n, zeker bij de Kiko ook wel, dan sta je in de winkel en dan heb je een hele rij met allemaal singeltjes. Dat je denkt, wow, wat moet ik kiezen? En dan dus de kleuren kiezen om je eigen paletje te bouwen is wel heel leuk, zal ik je zeggen. En dan kan je zeggen, het is misschien best wel duur. Ja, als absoluut aankoopbedrag misschien wel. Maar bij de meeste winkels, ook Kiko zeker, krijg je ook vaak wel heel veel product. Catrice ook, want je hebt hele grote singles. Dus je betaalt misschien, ik weet ook niet wat het kost, misschien ook wel een paar euro zo. Hè? Misschien ook wel deze prijs. Maar dan heb je ook wel echt veel product, dus daar krijg je ook wat voor terug. Vind ik dan Kiko Douglas Essence vergelijkbaar, of Catrice denk ik vooral, met de kwaliteit van Sydney Grace? Nee, Sydney Grace vind ik wel beter, zeker op de matten. Van Douglas heb ik verschillende paletten uitgeprobeerd en ook een single. Ik ben er allemaal niet zo over te spreken over dat Douglas huismerk. En ik vind Kiko is wel goed, maar dat is voor een bepaalde stijl. Dus meer als je heel rustig wil opgemaakt zijn. Ik ben best wel nu, ik vind zelf heel rustig opgemaakt, maar de kleuren zijn wel echt gepigmenteerd. Je ziet wel welke kleuren ik op heb. En bij Kiko heb je meer een soort kleurwaas, zal ik maar zeggen. Dus veel subtieler. Dus als je dat leuk vindt, dan is Kiko het merk voor jou. Als je meer kleurdiepte wil, dan zou ik Kiko eigenlijk ook niet kopen, eerlijk gezegd. Niet als losse. Die baked formule wel van hun. Die water, die zien er zo uit. Maar die kun je dan weer niet, die zijn niet gemagnetiseerd. Dus die moet je echt slopen als je die in zo'n los palet wil. Dan moet je hem niet alleen die potten, want er zit niet eens een pannetje in die baked. Maar die moet je dan helemaal leeg schrapen, fijn malen en dan in een eigen pannetje persen. En dan kan die in een paletje. Nou, dan moet je wel heel gek zijn als je dat doet. Ik heb het gedaan omdat ik al drie van die dingen had en ik wilde ze uiteindelijk gewoon in een palet hebben. Maar ik zou dat nu persoonlijk dus niet meer kopen, omdat ik dat niet, ik vind dat niet zo handig, omdat ik meer zo ben. He, dus ik wil niet al die losse doosjes hebben. Maar die baked formule van Kiko, die wateroogschaduw, is echt wel ook wel goed, vind ik zelf. Die is wel gepigmenteerd. Maar die is ook een stukje duurder. Dus je ziet toch wel, bedrijven weten wel waar ze meer geld voor vragen en waar ze minder geld voor vragen. Het zegt wel iets. Het zegt niet alles, maar het zegt wel iets. Catrice, daar heb ik volgens mij één oogschaduw van. Of was het Essence? Eén van de twee, dat weet ik niet meer. Dus ook een beetje een baked formule. Krijg je ook veel product en is niet gemagnetiseerd. Dus die heb ik echt moeten depotten uit zijn monootje. En het is lang geleden dat ik die heb gebruikt. Dus ik durf je eigenlijk niet te zeggen of ik die nou goed vond. Ik dacht van wel eigenlijk. Ik had een soort van super metallic, beetje zachte formule. Dus ja, volgens mij. Maar ik durf je niet echt te zeggen. Ik weet niet meer hoe de pigmentering was namelijk. Ik vond de formulering wel fijn. Dat herinner ik me wel. Hij was lekker zacht en zo. Dus ja, je kan ermee experimenteren. Er is dus veel troep op de markt, maar ook wel veel aardige merken. En ik vind zeker die Duitse merken zoals Essence en Catrice heel betaalbaar en heel goed. En ja, dus je kan het uitproberen. Dus ja, ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. En misschien ben je wel geïnspireerd om zelf ook eens een paletje te gaan samenstellen. Al doe je maar een kwartje met vier kleurtjes. Is altijd leuk om mee te beginnen. Of een duootje. Laat even weten in de comments of je nog iets wil zien. Ook over die potting bijvoorbeeld. Ja, ik had natuurlijk van deze ook nog drie oogschaduwen over. Hè? Dus dat zijn die twee paarse en die grijze. Op zich, die ga ik denk ik voorlopig even wel hierbij bewaren. Want ja, waar moet ik ze anders bewaren? Maar ik sluit niet uit dat ik dit nog wel weer ga opvullen met meer van dit kleurverhaal. Dus misschien komen er nog wat singles bij. Dus ik weet niet waar die drie uiteindelijk eindigen. Maar het is eigenlijk een mooi triootje op zichzelf. Hè? Per ongeluk hoor, want het zijn dus allemaal gifted. Allemaal het geschenk was dit. Dus ja, toevallig dat het ook bij elkaar past. Dus het is misschien wel weer handig om ook als klein triootje mee te nemen of zo. Ik kijk wel. Het is in ieder geval goede oogschaduw, daar kan ik van op aan. Dus nou, bedankt voor het kijken weer. En gezellig, laat weer een comment achter. Lekker kletsen over oogschaduw. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!